Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag het begin van een serie die ik wil gaan doen voor de woensdagen. Uh, ik heb hele lange video's vaak waarin ik iets uitleg van begin tot het eind. Nou voor de woensdagen wil ik de komende tijd uh, video's gaan maken die heel kort zijn. Uh, die je even kunt bekijken als jij uh, pauze hebt. Uh, je wilt even een kop koffie drinken en een kopje thee. Uh, dat je dan even snel zo'n video kunt Kijken. Uh, iets wat ik heel veel doe. Uh, ik kijk heel veel YouTube en zo kom ik ook op heel veel ideeën. Uh, die ga ik dan weer verder ontwikkelen en dan krijg ik weer andere ideeën van. Nou, zo werkt dat gewoon bij mij. Maar ik kijk ook gewoon heel veel uh, video's om ideeën op te doen. Nou, uh, ik was eigenlijk op zoek naar. Postzegels voor deze keer. Ik wilde ze gaan gebruiken in mijn Junk Journal. En uh, ik had al gekeken op Etsy. Daar kon je hele leuke postzegels uh, kopen. Je kunt ze kant-en-klaar kopen, maar mijn bedoeling was om ze zelf te gaan printen. En uh, dat printen kun je op verschillende manieren uh, doen. Je kunt ze gaan printen op uh, gewoon kopieerpapier en dat je ze dan gaat verlijmen. Wil je iets dikker papier, kun je ze natuurlijk ook op gewoon kaartstok gaan printen. Uh, linnenpapier, als je dat mooi vindt, linnen karton, kun je ze ook op gaan printen. Maar ik wilde dus stickertjes maken die uh, dus al zelfklevend waren. Dus een soort van echte postzegels. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb uh, etiketten gekocht. Een heel groot pak met uh, 100 vel A4 uh, papier. Uh, dit is uh, etiketten wat bestaat uit één laag. Dus het is één groot plakvel wat je eigenlijk hebt, uh, zodat je zelf jouw eigen, uh, ja, stickertjes kunt printen. Maakt dus eigenlijk niet uit welke uh, stickertjes je daarvoor uh, wil gaan printen. Uh, ik heb nu postzegels gebruikt, maar je kunt natuurlijk ook tekst tekststickertjes gaan printen. Nou, dat wil ik gaan doen en daarvoor heb ik uh, deze uh, uh, ja, stikkenvelden eigenlijk uh, gekocht. Die kun je in de printen doen, zijn niet dik, zijn mooi dun en uh, die kun je dus prima in, jou, uh, in jouw printen stoppen en zo kun je je eigen afbeeldingen printen. Ik ga hier wel even een blogbericht uh, bijschrijven, ga ik alle linkjes wel even plaatsen. Uh, deze heb ik gekocht bij Bob.com. Uh, Straks ga ik nog iets laten zien. Die heb ik ook gekocht bij Bol.com. En uh, iets waar ik wel vaker dingetjes koop. Maar daar ga ik allemaal in mijn blog wel even linkjes naar plaatsen. Daar kun je het allemaal vinden. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb hele leuke postzegels gevonden als freebie. Dus gratis. En uh, die heb ik gevonden bij The Graphics Fairy. Ehm. Um, ik ga daar ook al even een linkje naar plaatsen. Onder in de beschrijving van deze video. Daar kun je een linkje vinden naar deze prachtige uh, postzegels. Ik moet zeggen ze zijn een beetje uh, flat uh, geprint. Mijn uh, kleuren zijn open. Ik moet ze even bijvullen. Maar ik wilde eigenlijk ook even uitproberen hoe het eigenlijk uh, ging. Nou het gaat best goed. Uh, ik heb al wat uitgeknipt. En daar ga ik straks ook wat uh, meer over vertellen. Uh, ik zal ze even laten zien. Het zijn echt hele leuke postzegels postzegels en ik weet niet of het helemaal duidelijk te zien is, maar er zit een randje omheen dat je echt een postzegelrandje hebt. Maar ja dat is best lastig uitknippen. Uitsnijden gaat al helemaal niet. Uh, ik heb uh, op die website van de Graphics Fairy had zij ook tips gegeven hoe jij dat kunt uitknippen. Nou ik vond het briljant. Ik ga het zo laten zien en het werkt echt. Het werkt super goed. Uh, ik ga laten zien hoe je ze uit kunt knippen, uh, welke verschillende materialen je daarvoor kunt gebruiken. Je kunt daar verschillende schaartjes voor gebruiken. En uh, ja, ik ga het gewoon laten zien. Nou, als ik ze heb uitgeprint. Deze uh, postzegels kun je trouwens uh, in een groot formaat krijgen. Die heb ik hieronder liggen. Uh, een middelformaat, die heb ik hier. Daar was ik al mee aan het knippen geweest. En een klein formaat. Uh, voor elk wat wils dus wat jij uh, ja, het beste kunt gebruiken. Het zijn allemaal dezelfde uh, postzegels alleen de kleine die staan er gewoon wat vaker op. Nou ik uh, begin door uh, de postzegels wat kleiner te knippen. Vind ik gemakkelijker. Uh, gewoon met een normale schaar. Ik zeg altijd zo groot mogelijk dat je zo weinig mogelijk hoeft te knippen. ik heb gewoon stukjes van de Postzegels af. Nou Je ziet gelijk als ze blijven een beetje plakken. Uh, dat komt omdat deze, uh, dit is een stickervel, zelfklevend. Dus um, ja, het plakt straks. Je kunt ze straks eenvoudig ergens opplakken. En dat was mijn bedoeling. Nou, nou is het heel lastig om uh, die randjes ja, zo mooi te krijgen dat het net een postzegel lijkt. Nou, hoe kun je dat oplossen? Uh, verschillende mogelijkheden. Je hebt figuurscharen, je hebt een kartelschaar. Ik heb hier een, uh, een, een goede kartelschaar. Uh, die kun je natuurlijk gebruiken. Eenvoudig knip je het randje een beetje bij dat jij een kartelrandje langs jouw postzegel krijgt. Dus een gewone kartelschaar. Uh, hou er wel rekening mee. Als jij op een stikkenvel gaat, uh, gaat knippen, uh, er zal misschien een beetje plak aan jouw schaar uh, kunnen komen. Um, maak je schaar na die tijd gewoon even weer schoon met een beetje alcohol aan een stukje keukenrol of een uh, watje. Uh, wat jij maar bij de hand hebt. Uh, gewoon een beetje alcohol kun je die plak weer eenvoudig eraf halen. Maar daar moet je even een beetje op verdacht zijn. Dus gebruik jij een goede schaar. Uh, dit is een goede uh, uh, kattelschaar. Echt een hele zware ook. Um, deze maak je dus even snel weer schoon na gebruik. Maar die kun je wel prima gebruiken om een mooi randje aan jouw postzegel te maken. Nou, daar heb je natuurlijk nog heel veel verschillende uh, figuurscharen liggen. Misschien heb jij ze nog wel. Ik had ooit een hele set. Ik heb ze vroeger ook verkocht in mijn webwinkels. Toen waren ze best in de mode. Uh, je kunt ze nu nog wel vinden, figuurscharen. Maar ik weet bijna wel zeker. Als jij heel lang al aan de hobby bent, heb jij ze misschien nog wel liggen. En uh, ik ben zo iemand. Ik doe eigenlijk bijna nooit iets weg. Ik bewaar alles. En uh, ik berg het allemaal op in dozen. Maar ik weet nog wel precies wat ik heb. Uh, ik heb. Voor uh, uh, deze postzegel Daar heb ik ook een leuk randje aangeknipt en dat heb ik gedaan met uh, deze figuurschaar. Nou, dit is nog een iets andere uh, figuurschaar, een beetje een grover motiefje, uh, maar toch krijg je ook een heel leuk randje mee. Nou, en dan was er nog iets en dat vond ik echt briljant: uh, dit is een, uh, een kappenschaatje. Uh, Volgens mij knip je hier laagjes mee. Ik uh, weet het niet. Ik ben geen kapster. Uh, ik knip wel uh, de haren van Sophie, Maar dat is recht-toe recht aan. Ze heeft krullen. Uh, kan mij niet heel veel mee misgaan. Dus dat doe ik wel zelf. Uh, mijn man en mijn zoon. Die doe ik met uh, de tondeuze. Dus dat doe ik ook zelf. Maar model erin knippen. Daar uh, ben ik niet voor geschold. Dus daar begin ik ook niet aan. Maar uh, dit was wel een tip die op de website stond van de Graphics Ferry. Uh, een schaartje waar. Waar jij uh, ja, laagjes volgens mij mee kunt knippen. En daar kun je een ontzettend leuk randje mee maken. En het lijkt echt rempel. Echt op een, op een postzegel. Het is net zo'n scheurrandje wat je dan krijgt. En uh, hier zit het uh, plakpapier uh, nog achterop. Het beschermpapier, dus dit plakt nog niet. Uh, ik ga deze postzegels ook gewoon op deze manier allemaal uh, uitknippen. Ik vind ze geweldig. En uh, het werkt best goed. Uh, het is even een klusje zo recht mogelijk te doen. Maar ja, uh, het is handgemaakt. Je ziet, je knipt er doorheen. Ik trek. Het restantje eraf en dan krijg je juist die leuke rafelrand. Nou aan de zijkant, daar knip ik het ook, dan krijg je echt zo'n scheurrandje. En ik denk dat dat te maken heeft met de vleug van, uh, van het papier. Maar je trekt het er eenvoudig uit en dan krijg je juist dat hele leuke rafelige randje. En het is net echt. Het is net echt. Ik vind het. Briljant. Dus ik ga deze uh, postzegels, die ga ik allemaal uitknippen op deze manier. Uh, met die leuke aparte schaar. Uh, dit is overigens geen dure schaar. Ik heb hem ook gekocht bij bol.com. Uh, linkje daar naartoe ga ik ook al plaatsen op mijn blog: uh, www.patriciasweers.nl Mijn blog waar ik ook geregeld uh, berichtjes op plaats. Ook linkjes soms op plaats. En uh, met name de linkjes uh, naar bol.com. Uh, dat zijn overigens. Reclame linkjes naar bol.com. Uh, daar krijg ik een uh, kleine provisie over. Uh, het is niet veel. Maar goed, uh, alle beetjes helpen mij weer om uh, zelf mijn materialen weer te kopen. Uh, ik ga een linkje plaatsen in de omschrijving van deze video naar deze prachtige. Postzegels kun je zelf printen. Ik heb ze dus geprint op uh, stikkenvel papier. Maar je kunt ze ook prima op uh, kopieerpapier, op wat dikke papier. Linnenkarton kan ook heel mooi zijn. En wil je er dus zo'n geweldig mooi randje aan? Uh, ja, dit kappenschaatje, dat werkt Perfect. Uh, ik zag het op de website. Ik had wel een beetje mijn twijfels. Vandaar, dit is ook geen duur schaatje. Ik denk ook niet dat je deze nog moet gaan gebruiken om haren mee te gaan knippen. Uh, door het knippen met papier over het algemeen uh, ja, wordt het dan toch wel een beetje bot. Uh, maar ja, aan de andere kant, ik. Knip hier alleen maar papier mee. En uh, wordt het een beetje vies, komt er een beetje plak aan. Maak ik het schoon met alcohol. En het was geen duur schaatje. Dus uh, ja, wordt deze zo bad, Doe ik hem weg, koop ik gewoon weer een nieuwe. En uh, ja, dan kun je toch ontzettend leuk freubelen voor weinig. Je maakt zelf jouw eigen dingetjes. En dat is ook leuk om te doen. Af en toe is het heel leuk om niet een geheel uh, compleet project te gaan maken. En dat zijn de dingen die ik voor de komende woensdagen ga laten zien. Uh, kleine techniekjes, maar ook kleine dingetjes die je kunt doen in jouw, uh, in jouw junk journal bijvoorbeeld. Dingetjes die jij kunt maken in het voren. Uh, maar die ook leuk zijn om zo gewoon eens een middag te gaan maken. Die niet moeilijk te maken zijn. Je kunt ze Snel maken. Maar uh, ik kan het in ieder geval laten zien in een korte video voor jullie. Dat is mijn bedoeling. En natuurlijk blijf ik ook gewoon mijn normale video's maken, die ik van begin tot het eind vol klets. En de ene keer is het een half uur. En uh, ja, het kan ook soms uitlopen tot een uur. Als ik echt uh, heel veel te vertellen heb, heel veel uit te leggen heb, uh, ja, dan heb ik gewoon een lange video. Het is wie ik ben, maar ik ga het proberen uh, kleine. Koffiebreak, uh, video's te maken dus heb je even een pauze dat je even snel misschien heb je wel even een kwartiertje over uh, je kind ligt op bed je wil nog even snel een videootje kijken dan uh, kun jij zo'n korte video van mij gaan kijken en het hoeft natuurlijk niet altijd direct op die woensdag uh, dat kun je ook prima op een andere dag gaan bekijken wanneer jij gewoon tijd hebt Hebt. Maar ik ga proberen sowieso de woensdagen dat te doen en heb ik gewoon nog extra tijd over. Dan komen er gewoon wat extra video's en op welke dag die dan gaan komen, geen idee. Ik zou ook zeggen uh, abonneer je vooral op mijn YouTube-kanaal, dan mis je geen enkele video meer. Uh, klik je op dat belletje, dan krijg je ook een melding zodra er weer een nieuwe video online is. En uh, heb je ideeën, heb je dingen die, uh, die je graag wil dat ik laat zien? Hoe dat ook weer moet. Uh, vertel het mij. Uh, ga het schrijven in die uh, ruimte die ervoor is. Waar je opmerkingen neer kunt zetten. Zet daar die opmerkingen in. Zet daar vragen in. Uh, dat is mijn manier om uh, interactie met jullie te krijgen. En dat vind ik ontzettend leuk. En uh, natuurlijk uh, mag je daar ook andere dingen in zetten. Uh, ik vind het allemaal prima. Vind je een video van mij leuk. Dan kun je natuurlijk ook altijd een duimpje omhoog geven. Uh, vind je er niks. Aan, uh, ik zal niet zeggen dat je het niet mag: een duimpje naar beneden, uh, dat is geheel aan jullie. Um ik moet zeggen, ik heb uh, video's waar ik uh, dingen yeah, maak over de action. En uh, ik weet dat daar standaard één duimpje naar beneden op komt. Nou, ik vind het prima. Uh, als diegene dat vindt, moet hij dat vooral doen. Uh, maar ik vind het leuk dat er eens een duimpje omhoog komt. Dat er een opmerking wordt geplaatst, een vraag wordt geplaatst uh, waar ik weer op kan antwoorden. Heb je andere vragen die je niet zo wil stellen uh, via YouTube? Dat kan ik mij voorstellen. Uh, je mag mij ook al. Altijd benaderen via mijn blog. Daar is een, uh, een, een formulier wat je kunt invullen. Dat is voor niemand zichtbaar, alleen voor mijzelf. Dat komt uh, op mijn mailadres aan. Je mag mij ook mailen: uh, info@. At Patriciasweers.nl, dat is mijn mailadres. Daar mag je mij ook altijd mailen. Heb je een vraag die je niet uh, wil dat iedereen dat leest? Ik kan het mij voorstellen. Helemaal niet erg. Mail mij dan gewoon, maar je kunt dus ook uh, via mijn blog een formulier invullen: een contactformulier. Uh, je kunt mij via Messenger benaderen. Dat zijn allemaal mogelijkheden om mij uh, te benaderen. Mocht jij een vraag hebben, natuurlijk wel op hobbygebied. Uh, andere vragen uh, die echt persoonlijk zijn, uh, daar reageer ik meestal niet op. Uh, ik reageer ook niet op messengerberichten waar uh, ze naar mij zwaaien. Uh, waar hallo alleen maar wordt gezegd. Uh, een foto wordt geplaatst. Uh, sommigen zijn dat. Die, uh, ja, die plaatsen elke ochtend een foto. En uh, ja, van mij hoeft dat niet. Uh, daar reageer ik ook nooit op, moet ik zeggen. En, uh, maar heb jij vragen op hobbygebied? Die mag je mij altijd stellen. En die zal ik jou ook gaan beantwoorden. Dus uh, dat is mijn manier om uh, ja, met jullie in contact te komen. Om uh, toch die interactie met jullie te gaan krijgen. En ik hoop ook dat ik dat verder kan doorzetten in uh, de YouTube-video's uh, die ik live wil gaan doen. Uh, ik wil dat gaan uitproberen, maar uh, staat nog even in de kinderschoenen. Uh, mede ook door mijn, uh, ja, door mijn gezondheid die niet helemaal. Uh, uh, top is. Vandaar dat ik ook die kortere video's een beetje wil gaan maken voor uh, de woensdag. Uh, meestal film ik die video's voor de woensdag in het weekend. En uh, Sophie is om het weekend thuis. Als Sophie thuis is, dan uh, ja, zijn die weekenden gewoon best druk. En dan kom ik er soms niet aan toe. Moet ik het maandags gaan filmen? Ook geen probleem. Maar uh, ik vind het gewoon wat prettiger dan om voor de woensdagen wat kortere video's te gaan maken. Vandaar dus. Uh, Vanaf aankomende woensdag een korte video. Um, gewoon omdat ik het ook leuk vind om jullie van alles te vertellen. Uh, het gaat dus heel divers worden. Uh, dit was alvast een opstartje, een opwarmetje. Uh, leuke postzegels zelf maken. Maar natuurlijk ga ik nog veel meer laten zien. Wat je zelf kunt doen. Uh, andere dingen als een volledige art journal pagina maken. Um, ja, gewoon wat kleinere, kortere video's. Um, dit was het. Voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit uh, leuk vonden. Uh, dat jullie hier ook weer wat van op hebben gestoken. Ga dus ook vooral kijken op die website: de Graphics Ferry. Ik ga de link naar die website: naar deze prachtige uh, postzegels. Uh, die ga ik vermelden. Die zijn overigens uh, te gebruiken voor. Uh, Um, eigen doeleinden, dus uh, jij maakt iets voor jezelf, dan mag je ze gebruiken. Uh, volgens mij zijn ze niet voor commerciële doeleinden, dus dat je ze niet mag verkopen. Uh, ook niet het gemaakte product, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zul je echt even moeten nakijken? Uh, ik ga dit in ieder geval niet voor de verkoop doen. Uh, dit is echt. Puur voor mijzelf. Um, daarom wilde ik jullie hier ook in meenemen. Omdat het gewoon ontzettend leuk is. En uh, ja, ik wilde jullie dit ook gewoon graag laten zien. Um, dit was het voor vandaag. Uh, we gaan weer wat anders doen. Ik denk dat ik maar eens ga beginnen. Eerst om al die postzegels uit te gaan knippen. Ik ga ze vervolgens in een uh, mooi. Oud blikje doen. Uh, die vond ik terug. We hebben uh, onze zolder uh, een tijd geleden helemaal opgeruimd. Er stonden hele oude dozen en daar stonden heel veel van dit uh, soort oude blikjes in. Uh, deze heb ik. Ik heb er hier nog eentje. Die vond ik ook nog terug. Ook een hele mooie. Nou, die ga ik allemaal op mijn boekenplank neerzetten. Maar ik ga hier dus allemaal uh, postzegels in doen. Ik ga hier andere dingen in doen. Uh, die ik ga maken voor mijn junk journal. En dan heb ik dat mooi bij de hand. Wil ik dus mijn junk journal gaan invullen, dan hoef ik alleen het blikje er maar bij te pakken. En dan kan ik daar op zoek gaan naar leuke uh, materialen die ik dan kan. Gebruiken. Dus dat ga ik doen. Ik ga lekker alle postzegels uitknippen. En uh, ja, ik zie jullie zo snel mogelijk weer terug bij een volgende video. Wat het dan gaat worden, gewoon een verrassing. We zien het wel. Moet het allemaal nog uitdenken. Uh, voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. En graag tot snel. Doeg!